the most eagerly awaited arcade game of the year, the brand new Star Wars. Sound familiar? Let's check out the action. Meteen vanaf het moment dat Star Wars die arcade game gestart werd, werd geschiedenis geschreven. Het was het eerste spel met een openingscrawl, zoals de films dat ook hadden. Het zorgde niet alleen voor dat de game meteen heel erg Star Wars voelde, maar ook dat het daadwerkelijk een verhaal verteld werd. Er was meer aan de hand dan een simpele gameplay mechaniek waar een compleet spel op moest draaien. Het spel speelt zich af tijdens A New Hope, ten tijde van de Battle of Yavin. Atari wist de beste momenten uit de film te combineren met hoogstaande technologie om een game te brengen die visueel ongekend was. De grootste vernieuwing was dat de game door het gebruik van zogenaamde Color Vector Graphics volledig in 3D was. Het spel was zo opgezet dat je steeds waves aan vijanden op je af zag komen die elke keer sneller en moeilijker werden. Je begon met het uitschakelen van TIE Fighters, maar de tegenstand werd steeds agressiever. Hierna werd de aanval op de Death Star zelf ingezet en moest je je door gun turrets zien te banen om zo de befaamde trench run te mogen doen. Hier moest je bij de exhaust port zien te komen om daar met een gericht schot de Death Star op te blazen. Het grootste doel was echter de highscore lijst zien te bereiken. Hoe hoger jij de moeilijkheidsgraad had staan, des te meer punten kon je behalen. Met fantastische gameplay, prachtige graphics en het feit dat er daadwerkelijk muziek uit de film aanwezig was, werd Star Wars The Arcade Game een wereldwijde hit. Genoeg redenen om het spel later ook op diverse thuissystemen uit te brengen.